Zo zouden we heel graag een proefballon willen oplaten met een klein ongemakloket. Dus als jij bewoner bent in de stad of ondernemer en je hebt ongemak met elkaar, dan kan je naar ons toe komen en dan gaan we dat met z'n drie proberen op te lossen. We staan hier buiten bij de Blijerberg. Naast me staat Raoul, de eerste deelnemer van de Club van de Haagse Nacht. En we gaan nu deze sticker opplakken. Yes. Let's go! Met deze sticker maakt horeca en uitgaansgelegenheid Blijenberg als eerste officieel deel uit van de Club van de Haagse Nacht. Met deze vereniging wil nachtburgemeester Sjoerd van Schuilenburg het Haagse uitgaansleven nog meer een boost geven. De Club van de Haagse Nacht is een groep mensen, voorvechters van het Haagse uitgaan zijn het. En daarin zitten ondernemers, festivalorganisatoren, maar ook bedrijven die in de cultuur bezig zijn of mensen die bezighouden met de beveiliging van feesten. Iedereen die kan eraan deelnemen. Ook particulieren, zoals bezoekers en muzikanten die een steentje willen bijdragen aan het uitgaansleven in Den Haag, kunnen lid worden. Met het geld dat betaald wordt voor het lidmaatschap hoopt Sjoerd mooie dingen te kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan de uitgaansgebieden beter met elkaar verbinden. Of een super goede, eenduidige uitgaansagenda waar echt iedereen naartoe gaat. Allemaal naar dezelfde. Maar ook dingen zoals geluidsoverlast. Dat blijft een lastig ding. Zo zouden we heel graag een proefballon willen oplaten met een klein ongemakloket. Dus als jij bewoner bent in de stad of ondernemer en je hebt ongemak met elkaar, dan kan je naar ons toe komen en dan gaan we dat met z'n drie proberen op te lossen. Voor eigenaar Raoul Varla van Blijenberg speelt er ook nog een andere reden mee om lid te worden van de club. Dat onze stem ook gehoord kan worden binnen de gemeente. En ik denk als alle horecaondernemers zich verzamelen binnen zo'n club, wij met elkaar kunnen laten weten, jongens, hier lopen we tegenaan. Het kan een stukje bereikbaarheid zijn, nou, noem maar op, alles wat er komt bij kijken bij nachthoreca. Ja, het is fijn als wij een klankbord hebben binnen de gemeente die onze wensen of problemen kan uiten. Betekent dat nou ook van wie betaalt, die bepaalt? Met andere woorden, als je niet betaalt, dan heb je ook geen invloed? Ja en nee. Je hebt natuurlijk altijd je eigen invloed. Maar als jij invloed wil hebben op waar de nachtburger mee bezig is en daarover wilt meepraten, dan moet je wel in die club van de Haagse Nacht zitten. Je kan advies aan ons vragen, je kan een juridisch advies krijgen. We organiseren netwerkbijeenkomsten en we organiseren de Haagse Nacht Awards. Het is de bedoeling dat er nog minstens 74 bedrijven zich aansluiten bij de Club van de Haagse Nacht.